Kijken. A1 Red Desert Avenue, Scheveningen Zuid. Nou, wie weet het zo, jongens. Tot zo. Tot zo. A1 naar de pier. Police heeft daar een persoon gevonden, voelt zich niet goed. Zou bekend staan met cardiale klachten. Ik wil graag of een ambulance nodig heeft. Ja, ik ga een kijkje nemen, je hoort het van me. Yes. 342 te plaatsen. Ja, want... Hoi. Ja, meneer, ik was een rondje fietsen. En ik zag meneer in één keer zitten, dus ik dacht eerst dat meneer dronken was, maar dat was hij achteraf niet. Hij kwam zelf naar me toe en zei dat hij zich niet lekker voelde. Ja. Een beetje nagevraagd, zei dat ik pijn op de borst zat, meer krijg ik er niet uit. Oké. Okay. Pak even de spullen nog. Ja, ja, is goed. Moet ik helpen? Pak jij even voor de zekerheid deze zuurstoffles, dan pak ik de rest wel. Jo. Goedenavond meneer. Hallo. Hoi, ik ben Stefan van de ambulance dienst. Hoi Stefan. Wat is er precies aan de hand? Je had pijn op de borst, hoorde ik. Ja, ben je echt gewoon hele druk in de pijn. Hele druk in de pijn. Als je de pijn een cijfer moet geven, van 0 is geen pijn en 10 is de ergste pijn die je kunt bedenken. Een 8. Een 8, oké. Okay. Goed, en ben je bekend met hartproblemen? Heeft u ooit in het verleden al eens een infarct gehad of iets? Ja, een paar jaar geleden. Oké, een paar jaar geleden. En wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze u een omleiding aangelegd of hebben ze alleen gedotterd? Alleen gedotterd. Oké, goed. Dan gaan we eens even kijken hoe het nu is. Even, heeft u verder pijn in de arm of in de kaken? Ja, ook. Beide? Ja. Oké, en hoe lang spelen de klachten al? Denk nu net weer een weekje. Net weer een weekje, oké. En de echte klachten die je nu voelt, dat is pas vandaag? Of? Ja, dat is echt sinds 2 uurtjes geleden of zo. Oké, helemaal goed. Hey, en ben je in het verleden, heeft u al eens een TIA of een CVA gehad? Dus een hersenbloeding of een infarct in de hersenen of een TIA? Een herseninfarct. Oké, heeft u ook al gehad. Goed. Ik ga beginnen met u eens wat, wat controles bij te doen. Ik ga even de deze band aansluiten voor de bloeddruk. En ik ga even op de borst wat plakketjes plakken op de armen en op de benen. Gaan we even een hartfilmpje maken. Okay. Dus dan ga ik dat eerst even doen. Oké.
Oké, dan moet je niet schrikken, de band gaat nu opblazen, dat is voor de bloeddruk. Mag even stil blijven zitten en niet praten, dan kan ik ondertussen ook even het hartfilmpje maken. Hey girl, what's going on? Oké. Meneer, de bloeddruk is erg hoog, die is 220 over 130. Okay. En samen met die pleinklachten ga ik u toch even wat sprayen. Dat is een nitro spray. Je mag zo meteen de mond openen, mag je de tong naar boven doen. Dan ga ik dat sprayen onder de tong. Dat gaat de vaten openen. Dus dan zou de druk minder moeten worden. Zou de bloeddruk ook lager moeten worden. Okay. We willen kijken of uiteindelijk de score van de pijn naar een nul gaat. Dus we gaan eerst eens een paar keer sprayen. Dus mag je de mond even openen? Okay. Ja, komt de spray. Ik spray eerst eens twee keer. Ja. Oké. Je zult eigenlijk zo meteen al effect moeten gaan voelen. Het kan zijn dat de pijnscore wel nog even op een 4 blijft, maar dat gaan we dan even verder bekijken. Politie. Ja. Zo even die meneer, ik vind het een beetje respectloos dat hij wat foto's zit te maken van het slachtoffer. Ik weet niet of hij selfies wil maken of... Ik wil ze even aanspreken. Ja, is goed hoor. Oké, meneer. Hey, wat ik op het hartfilmpje zie is toch wel tot u, ja, tot er iets niet goed zit. Ergens heeft de zuurstoftekort bij het hart. Dat wil zeggen dat u een infarct doormaakt, zoals de vorige keer. Wat we nu gaan doen, we gaan het protocol voor het infarct opstarten. Ik ga een ambulance vragen, ik kan u namelijk niet vervoeren. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. En dan gaan hun u naar het ziekenhuis brengen, dat zal het Erasmus worden. En dan zult u worden gedotterd, of ja, nou, ze zullen eerst kijken of dottering gaat. Als dat niet gaat, zult u worden... Ja, dan zal er een operatie moeten plaatsvinden. Oké. Dus ik ga het even melden. Heeft u trouwens nog pijn of is de pijn al helemaal over? De pijn meet wel lichtelijk af. Lichtelijk af. Als u nu de pijnencijfer moet geven, 0 is geen pijn, 10 is de ergste pijn die u bedenkt? Ik denk ongeveer 4,5. 4,5. Oké, momentje. Meldkamer 342 over. Geef hoor. Ja, de meneer maakt een infarct door. Graag met spoed en om te plaatsen over. Oké, meneer. Goed. Ik ga zo meteen een fusnaaltje geven. Dat ga ik hier aan de linkerarm prikken. Okay. Heeft u vaker een fusnaald gehad? Ja. Oké, goed. Even de arm voor me geven. Ja, zo. Ga ik even de stuwband eromheen doen. Niet schrikken. Ja. Oké, komt de prik hoor. Zo, die zit al. Helemaal goed. Wat ik u ook ga doen, ik ga even een pilletje geven. Collega, kun jij misschien wat water? Of heeft u zelf water bij toevallig? Ik heb wel een fles, maar ik was er al van gedronken. Nou, misschien even niet. Hier bij die hotdog kraam even een bekertje vragen of zo. Ja, ik zal wel even een flesje vragen bij de achter. Oké, helemaal goed. Oké, meneer, ik ga eerst eens wat medicijnen via het infuusje geven. En daarna zal ik u nog een pilletje geven. En dan ga ik u nog een... extra infuus medicatie via infuus geven, allemaal bloedverdunners, zodat het bloed zo dun mogelijk wordt, zodat we dadelijk zodat ze dadelijk makkelijk kunnen dotteren. Ja, ik ga nog twee keer sprayen onder de tong, want de pijn wil ik eigenlijk naar nul hebben, dus mag ik even de tong weer omhoog doen. 1 en 2. Ja, helemaal goed. Hier heb je beter met water. Ja, dankjewel. Goed, zo, daar zijn we. Hoi. Hey, even kijken, kun je even 300 milligram clopidogrel pilletje? Ja, ik pak even mijn acute koffie. Ja, is goed. Oké. Goed, en ja, de pijn zal zo afnemen. Ik ga even dit in de infuusnaald spuiten, dus de medicatie, de eerste bloedverdunner. Ja. Goed. Alsjeblieft. Dank je. Oké, ondertussen mag u voor mij dit pilletje innemen. Okay. Met wat water. Het gaat het ook al wat verzachten. Hallo? Zal ik een wasserplank aanpakken? Doe maar. Is goed. Oké. Even kijken, collega. Als we zo meteen misschien even de lifepack kunnen omswitchen, dan kunnen jullie van jullie meenemen. Ik zie een duidelijk STEMI beeld, infarct. Ik heb hem al 4 keer nitro gespreid. Voor mij wat pijnstiller gekregen. Hoe zit het? Hij heeft clopidogrel gehad.
En we gaan nu de heparine spuiten. Hij zag zijn bloeddruk of... Ja, zijn bloeddruk. Ik zal even spieken. Was toen net 230 over 100. Nee, wat zei ik? 220 over 130. En hij is nu... Ik ga nog eens overmeten. Meneer, de band gaat weer even oppompen. En verder nog enige complicaties? Saturatie, BPM? Nee, allemaal geen bijzonderheden. Is allemaal goed. Nee, bloeddruk was hoog inderdaad, voor de rest geen bijzonderheden. Is bekend met een CVA in de voorgeschiedenis en heeft een paar maanden terug al een infarct gehad. Hebben ze toen gedotterd, waarschijnlijk ook met Erasmus. Dus daar mogen jullie zo meteen ook heen. Ik ga zo meteen het PCI-centrum voor je bellen. Daar worden jullie dan verwacht. En dan, ja, goed. Meneer, als de pijn nogmaals een cijfer moet geven, is hij nu helemaal weg? Ja, is weg, ja. Oké, okay, maar goed. Bloeddruk is bijgesteld 140 over 90. Ik accepteer hem. Goed. Dan gaan we 5000 eenheden heparine geven. Kun jij die even voor mij optrekken? Ja. IV gewoon. Ja. Heb je al een infuus toegediend? Ja, ja, zeker. Alles al gedaan. Hele protocol doorlopen, kan in principe ja, zo... Wat zit erin? Ja, oké, okay, top. Goed, meneer heeft zojuist nog een bloedverdunner van ons gekregen. Dan is het nu... ja, Jori, had jij de lifepack en zo klaar? Ja. Oké, okay, dan kunnen we die nog even omswitchen, zodat jullie alles mee hebben. En dan kan die mee. Goed meneer, we hebben alles een beetje gedaan. Ik ga zo meteen het Erasmus voor u bellen. Mijn collega's gaan u daar naartoe brengen. U mag zo meteen met Brancard komen zitten. En dan staan ze u daar op te wachten. Oké. Okay. Ja? Goed. Ah. Alles gereed. Lifepack. Omgeruild. Dan zou ik zeggen, let's go. Brancard staat achter je, Dylan. Dankjewel. Meneer, mag u daar even plaats gaan nemen? Bij mijn collega. Oké. Okay. Ja. Oké, meneer, schrijf je even erop. Even vast. Oké, ja, goed zo. En dan gaan we even naar de ambulance. Ik ga de Erasmus voor jullie bellen, dan verwachten jullie, ja? Ja, ja. Oké, okay, succes. Collega, bedankt. Dag gedaan, met de volgende. Jo. Jo, ai, ai. 342 over. Hey, Brit. Ja, persoon, patiënt gaat met de 101 richting Erasmus A1 voor een spoed-PCI. Ik sta weer vrij en ik ga zo meteen nog even snel Erasmus bellen voor de collega's over.